Vandaag was in de Noachkerk het Adventsconcert Hoop en Licht. De koren die aanwezig waren, waren de Lofstem uit Almelo, de zanggroep Together uit Almelo, het klarinet trio Combrio, achter het orgel zat Jos Keizer, achter de vleugel zat Frank den Bakker. De presentatie was door Barry Arkest en de algehele muzikale leiding werd verzorgd door Frank den Bakker. Welkom op ons volgende concert en graag tot ziens zometeen bij de koffie.